video en ik word net wakker en kijk, oh mijn god, het is helemaal wit buiten. Het is vandaag, wat is vandaag? Zondag. Het is nacht zondag en gewoon, het is helemaal wit buiten. Echt zo leuk. Dat boompje ook hier bij ons. Hij is helemaal scheef gedaan. Er ligt zoveel sneeuw. Kijk dan. Oh, er ligt echt heel veel sneeuw. Wil je kijken of dat die zo. Zo, kijk die elf. Maar dit hoe dik. Maar kijk hoe laag. Wat is dik hier. Oh, ik ga naar buiten even kijken. Yes, ik doe hem hier open, kijk. Oh shit, het zat hem binnen. Oh, het sneeuw komt allemaal naar binnen. Oh shit. Ik heb net wat broodjes in de ogen gehad. Ik heb wat kleine croissantjes en wat broodjes erin gedaan. Dus die gaan we zo lekker eten. Ik is gisteravond al naar huis gegaan, want die zou normaal op zondag ook wel zijn. Maar die zit nu in zijn kamer sneeuwballen te maken. Hij is snel weggelopen. Ik ben al heel de ochtend mijn lippen aan het koelen, want sinds gisteravond zijn ze echt heel erg opgezwollen. Ach, wil ik het niet laten zien, maar... Ja, ik zou het ook leuk vinden of fijn vinden als ik het bij iemand anders zou zien hoe het eruit ziet als ze dit hebben gedaan. Dus, mijn lippen zijn best wel groot nu. Ik heb er gisteren, deze ook, voelde ze een beetje zwaar of zo. En het trok heel erg. Dus ik had een foto gestuurd naar hun. En ze zei van, dit is echt helemaal normaal hoe het nu voelt. Het duurt even een paar dagen. Dus ja, ik ben nu even aan het koelen en hoop dat het minder wordt. Want gistermiddag was het echt mooi. Ik film nu ook expres niet van dichtbij, want dat is helemaal mega groot. Maar ja, ik ga even koelen en dan hopen dat ze snel nog minder wordt. Want ik krijg hierna ook al, hoe heet dat? Van die plekjes. Maar ja, even koelen vandaag. Misschien ga ik gewoon buiten lopen, dan koelt het sowieso al sneeuw zo hard. Ja. Mijn vader is naar buiten gegaan om die bomen de sneeuw af te halen, maar hij staat hier in de sneeuw. Puk! Pukkie! Ga je naar de sneeuw? Puk vindt de sneeuw echt verschrikkelijk. We hebben zijn jas aan gedaan, ben benieuwd. Ga je plassen? Puk loopt nou buiten, maar die vindt het helemaal niet leuk. Kijk. Oh, waar ben je? Kijk, wat moet ik nou? Wij gaan nu even naar buiten om foto's te maken. Ik heb deze muts van de Zara. Deze sjaal is van mijn moeder, die heb ik anders gestolen. Die jas van de Zara, tas van... Prada. Mijn broek is die ik laatst aan had, ook op een foto. Die is van de Zara. Ik weet niet of ze hem hebben of ze hem online nog hebben, want ik heb hem in de winkel gekocht. Let trouwens niet op die troep hier. Die moet ik echt opruimen. Maar nu gaan we naar buiten, want ik wil graag een foto maken. En mijn lippen worden wel al wat minder, zoals je kan zien. Ik vind het nog wel iets te dik. Het moet dan nog wel iets minder dik worden, maar ja, ik vind het nou wel mooi. We lopen nu al in de sneeuw en het is zo dik. Heel mijn schoenen gaan erin. En het sneeuwt echt nog steeds ook gewoon heel erg hard. We hebben Puk mee naar buiten gedaan. Hij is helemaal aan het trillen. Oh, hij is koud. Al thuis, ik heb even mijn foto's bewerkt. En dat is wel leuk voor je. Nu ga ik met mijn pittige garnituur in de oven doen. Ha, zo lekker. Ik heb ook heel veel leuke reacties gegeven. Als jullie het mijn lippen heel erg mooi vonden, daar ben ik echt blij mee. Het is nu wel al iets minder aan het worden, alleen ja, het is nog steeds wel iets te dik. Dus ja, maar het wordt wel al een beetje. Ik ben al lekker de hele tijd filmpjes aan het kijken op mijn bed, want ik had gewoon zin om op mijn bed te zitten. Maar kijk hoe leuk dit uitzicht gewoon is vanuit mijn kamer. Echt zo leuk. Maar ja, nu ga ik even nog filmpjes kijken. Dadelijk gaan we pasta met truffelsaus eten. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Daar heb ik echt zo'n zin in. Dat is een nieuwe saus die we al niet gegeten hebben. Dus ben ik heel erg benieuwd daarnaar. Het lijkt of mijn lippen weer groot worden. Ik ga zo even weer koelen. Want ja, nu zie je die vlekjes al beter. Maar ze zijn echt heel groot hoor. Ja,
ik moet heel erg aan wennen. Maar ik ga zo nog even koelen. En het is pas de tweede dag. Dus het moet nog wel echt een stukje minder worden. Maar ja. Nu ga ik even film kijken. Ik ben net... Oh, mijn klot is ook leuk. Ik ben net even live geweest. En nu gaan we lekker pasta maken met... Ronda saus met champignons en truffel. Lijkt me echt heel lekker. Dus die gaan we nu maken. En we doen er champignons ook nog in. En we gaan proberen een beetje knoflook in te doen. Hoort waarschijnlijk niet in, maar gaan we gewoon doen. Kip. En ik ga er tomaten ook doorheen doen. Lijkt me wel lekker. En we hebben deze verse pasta. Die is echt heel lekker. Dus... daar gaan we dat nu aan maken. We zijn nu de kip aan het bakken en hebben de knoflook bij gedaan. En nu moeten we even het water koken en dan doen we daarna de pasta erbij. Ik heb ook al de tomaten gesneden, die doen we als laatste bij. Als die al bijna klaar is, de zout, anders wordt het zo nattig. En we doen zo als de kip bijna klaar is, dan ook de champignons erin. De pasta hoeft ook maar voor 4 minuten erin, dus dat is echt heel weinig. En het is bijna klaar, dus dat gaan we zo bij elkaar doen. Ik ga het nu proeven. Ik ben zo benieuwd. Ik heb wat peper op. Lijkt me zo lekker. Het ruikt ook echt heel lekker. Auw! Tomaten op mijn arm. Oh. Mm. Echt heel lekker. Ik heb die ook nog gehad, pot. Die andere is van Albert Heijn. Hè? Oh, die saus die we hadden gehaald, hiervoor, dat was van de Jumbo. Hebben we geen rucola? Nee, dat is geen lekker. Ik heb een slaag. Echt lekker. Mmm. Ik heb een filmpje van iemand gezien dat diegene zo in het sneeuw deed dat je zijn gezicht afdrukt zag. Dat zou ik nu doen. Ik denk echt niet goed. Nee. Maar goed voor mijn lippen lekker afkoelen. Ik hoop dat je het goed ziet. Kijk. Ja, dat mag. Ik ben echt niet goed hoor. Goedemorgen, het is maandagochtend. En ik kijk net naar mijn lippen. En het wordt echt al mooi, zeg maar. Wel echt een stukje minder al voor mijn gevoel. Ik weet niet of het zo is. Dat ik als mijn vlog edit en ik denk van... nee, het is nog steeds hetzelfde als gisteren. Maar voor mijn gevoel wordt het echt al mooi. Ik ben hier echt heel blij mee. Ik ga zo werken. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik niet ging werken. Maar nu dat mijn lippen toch niet zo groot en dik zijn, vind ik het ook minder erg om te gaan. Dus ik ga zo werken omdat er ook best wel veel pakketten in staan. Dus die moeten ingepakt worden. Dus dat gaan we doen. En ik wil jullie nog wat heel leuks laten zien. Ik had een bikini gekocht en die is zo leuk. Ik ga hem jullie even laten zien. Kijk. Deze. Het broekje ziet er zo uit. Het ziet er echt heel groot uit, maar ik pas hem wel gelukkig. Deze bikini. Kijk hoe geweldig. En dan met deze top. Deze. Kijk dan. Oh mijn god. Dit is toch fantastisch. Ik zag hem en ik ga hem ook nog in het blauw met oranje kopen. Die vind ik ook zo leuk. Echt wel leuk. Ik heb hem bij een meisje gekocht die ik volg. Dus het is geen webshop of sieradenaccount of zo. Oh, sieradenaccount, bikiniaccount of zo. Dus ja, hier ben ik echt heel erg blij mee. Nu ga ik zo even wat eten en dan ga ik om 11 uur naar de winkel. Het is buiten ook nog helemaal wit. Dus ik denk dat ik ook maar gewoon lopen daar de winkel ga. Ik denk dat mijn scooter of mijn moedersauto niet echt een slim idee is. Dus ik denk dat ik lekker loop dat ze naar de winkel gaan. Ik ben nu bezig met pannenkoeken maken samen met mijn moeder. Dus dat gaan we zo eten. Soms heb ik echt ineens zo'n trek in pannenkoeken. Ik moet ook niet te vaak eten. Maar dan wil ik ineens echt zo van ja, nu moet pannenkoeken. Dus we gaan nu pannenkoeken maken. Wij maken die pannenkoeken gewoon met deze hele simpele mix. Hoe makkelijker, hoe beter. Er hoeft alleen water bij. Dus dat hebben we net gedaan.
Ik heb even alles gedaan en ga nu naar de winkel. Ik lijk wel of ik ga sporten, want ik heb deze trui aan van Brandy Melvin. Mijn sportlegging en mijn Yeezys. Dus ik ga naar de winkel. Ga ik inpakken. Ik denk dat mijn camera... Nee, neem mijn camera wel mee. Misschien ga ik... Als ik aan het lopen ben, wel op me melden. Kan ik dat filmen? Nee, ik hoop het niet. Maar in ieder geval... het is weer aan het sneeuwen, dus dat is super fijn. Ik denk dat ik even een sjaal ga pakken om te doen. Maar ik denk dat het erg koud is. Dus ik ga nu naar de winkel. Kom, Puk. Het is zo koud. Het is echt bizar. Ik heb dat echt geen slim. Ik heb een legging aan. Maar ja, mijn jas is al heel gast tot mijn enkels. Maar zulke koude benen. Het is zo koud. Oh mijn god. En ik ben er nog niet. Oh, ik wil niet meer. Ik ben weer thuis. Het is echt zo koud. Het is nog steeds helemaal wit en ijskoud buiten. Dus ik kom weer door de sneeuw teruglopen. Ik ga zo lekker boontjes eten als avondeten. En daarna niet zoveel doen, want het is al laat. Nou, het is niet laat. Het is helemaal niet laat. Het is pas 6 uur. Maar nou, het wordt al donker, dus het voelt laat. Maar ja, ik ga zo denk ik gewoon een film kijken of zo op Netflix. En even naar de wc om die handen op te plassen. Dus... Vandaag ging wel goed op werk. Dat is helemaal fijn. En ik ben echt heel erg blij met mijn lippen hoe ze er nu uitzien. Dus ja. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdagochtend. Ik heb me net even opgemaakt. En ik wil zo even nog naar buiten gaan om een foto te maken. Want het sneeuwt nu niet. Dus dat is zo fijn naar een foto maken. Ik heb een heel leuk pakketje binnen. Dus die ga ik even openmaken en aan jullie laten zien. Want er zit echt iets super moois in. Dus dat ga ik nu even doen. Daarna ga ik me even aankleden. En ja. Ga ik even naar buiten om foto's te maken. Ik wil vandaag ook een video opnemen met mijn sieradenstash. Want er wordt echt heel veel gevraagd van waar heb je die sieraden van. En zoveel vragen hebben we altijd over. Dus ik denk dat ik daar gewoon een video ga opnemen en ga proberen. Want ik weet echt niet hoe ik zeg maar, dat een beetje ga doen. Maar moet ik even kijken. Ik heb het ook een zelfbruiner opgedaan. En je ziet het best wel. Nou, je ziet het niet dat ik zelfbruiner op heb. Maar je ziet dat ik bruiner ben. Zeg maar. En het is echt mooi. Dus ja, ik ga nu even het pakketje uitpakken en aan jullie laten zien. Ik ga hem nu openmaken en ik heb hier zoveel zin in. Kijk, hij gaat niet helemaal open zoals hij moet. Ja. Eerst zitten deze stickers erin. Ik weet niet wat ik hiermee moet, maar dat zijn stickers. Heel fijn, denk ik. Dan zit er een kaartje in. En ik denk dat hier dan ook een merci. Altijd heel leuk. Echt mooie letters ook. Dus die zit erin met het bonnetje en zo. Dus dat is helemaal fijn. En dan zit hier mijn tas in. Oh goed. Oké, ik ga het uithalen. Zo mooi. Kijk deze. Ik wou dus heel graag een witte tas. Of een crème tas zeg maar. En toen zag ik deze bij iemand. En ik dacht echt. Die wil ik hebben. Ik ga als eerst gelijk even die sluitingjes checken. Want die was bij mijn vorige tas kapot. Dus even kijken of die goed zijn. En ik wil even foto maken in de sneeuw. Dus dan kan ik gelijk deze tas om. Daar ben ik hartstikke blij mee. Want ik dacht dat ik er geen bericht over kreeg. Maar toen ging ik kijken in de mail. Het stond er gelukkig al dat die vandaag zou komen. Dus daar was ik heel blij mee. Die is goed. En die is ook goed. Dan ga ik even deze aandoen. Zo. Dit is die. Ik ga zo even iets erbij aandoen, want dat is altijd leuker. Dus ja. Ik heb me even aangekleed en dit is wat ik aan heb. Ik heb de trui is van de H&M volgens mij. En daar heb ik dan het tasje bij met mijn colbert van de Zara. Broek is ook... Nee, is van de H&M. En deze schoenen. En ik... Ik twijfelde over de tas. Ik denk misschien dat ik hem terug doe. Maar als ik hem nu zo om heb, vind ik hem eigenlijk wel heel leuk staan. En het is gewoon niet een tas die ik waarschijnlijk overal bij kan gaan dragen. Maar als ik gewoon leuk kijk hoe ik hem kan matchen, is die wel heel leuk. Ja, ik vind het wel een hele leuke tas. Het is een ander model dan zeg maar al die andere tassen dus. Ja. Ik ben weer thuis. Ik heb even foto's gemaakt. Ik ga me even weer omkleden, want dit is helemaal niks om thuis mee te zitten. Ik wil ook even boodschappen halen gelijk. Dus ik ben helemaal uitgeput. Ik moest helemaal naar de Albert Heijn lopen. Dus. Ja, dat ik ook mijn haar gewassen. Ik wil eigenlijk die sieraden sessie gaan opnemen zomaar.
weet niet of je er nog veel zin in hebt. Kijk zo even wel. Ik heb net even een sieradenstash opgenomen. Ik had op mijn Insta-verhaal gevraagd. Ondertussen ben ik even alles aan het opruimen. Ik had op mijn Insta-verhaal gevraagd of jullie liever een schoenen- of een sieradenstash wouden. Alleen, het was echt letterlijk allebei hetzelfde. Het was echt letterlijk echt schoenen, sieraden, schoenen, sieraden. Het was echt allebei wouden jullie het. Dus ik ga dan voor volgende week of de week erop, zou ik dan die schoenenstash opnemen. Ik ga even mijn kast dichtdoen, want ik ben helemaal gek van mezelf. Die raak ik altijd open. Dus ik ga nu even de zooi hier opruimen en zo. En dan ga ik even die video editen, want die wil ik dan morgen online. Ik hoop dat die een beetje gelukt is, want ik weet niet echt hoe ik een sieradenstash moet opnemen. Dus ik heb maar wat geprobeerd. Dus dat ga ik nu even editen. Ik ben al een tijdje aan het editen. Voor mij wordt het wel leuk, alleen wordt het weer een lange video. Ik heb echt, ik weet niet, maar ik heb altijd lange video's. Als ik het opneem, is het altijd lang. Maar ik wil morgen dus waarschijnlijk een mukbang gaan opnemen met twee vriendinnen van mij. Die werken ook bij ons, dus... nou, bij ons, bij mijn ouders. Dus daar ga ik morgen een video mee opnemen. Ik wil bij 108 ook heel veel sushi gaan halen. En dat is morgen als mukbang gaan doen. Ik hoop dat het leuk is, dus dat ga ik proberen morgen. En daar heb ik echt veel zin in. Ik heb zo al drie dagen heb ik zo trek een sushi, dus ga ik uiteindelijk morgen eten. Ik ben nu de video even aan het afediten. Dan ga ik even een banner ervoor maken. Of een thumbnail. En... Goedemorgen, het is vandaag, ik zie dat mijn kast er open staat. Het is vandaag woensdag ochtend. Het is nu bijna kort voor 10. Ik ga zo naar de winkel toe, we moeten wat foto's maken van wat trainingspakken die binnen zijn gekomen. Verder hoeven niet zoveel foto's te maken. Morgen moeten we foto's maken van broeken, maar dat is morgen pas. Dus vandaag moet ik weer werken. En het verbaast me echt hoe lang deze sneeuw blijft liggen. De weg is hier nou... al wel veel minder met sneeuw. Dus er rijden wel weer wat meer auto's. Maar dit is ook gewoon helemaal bevroren. Dan dat je op kan staan. Gisteren zag ik mensen die erop stonden. Dus ja, het wordt wel weer lopen waarschijnlijk naar de winkel. Maar dat vind ik ook niet zo erg. Vind ik wel leuk. Er is niet heel vaak sneeuw in Nederland. Dus dat is niet heel erg. Ik ga nu even wat eten. Even een broek aantrekken. Want die moet ik nog aan. En dan gaan we zo naar de winkel. Ik ben nu Puk aan het uitlaten. Maar het is ook gewoon... zo mooi weer. Dus ook, ik heb het echt niet koud. Het is gewoon echt lekker weer. De zon schijnt. Dus oh, ik hou echt van dit weer. Vorige keer toen het sneeuw vond ik het echt verschrikkelijk. Toen moest ik door de sneeuw lopen gisterochtend. Of eergisteren. En toen moest ik door de sneeuw lopen. Oh, het was echt verschrikkelijk. Al sneeuw in je gezicht. Het is echt ijskoud. Maar er zat geen wind, niks. Dus echt lekker weer. Pukkie. Hallo. Hij vindt de sneeuw iets leuker. Want de sneeuw eerst helemaal niks. Maar we hebben zijn jasje uitgedaan. En nu... heeft het echt veel leuker, alleen zeg maar hele kleine hondjes, die zitten natuurlijk heel dicht bij de grond, dus daardoor hebben ze het veel sneller kouder. Dus daarom hadden we zijn jas aangedaan, maar hij vindt het dus helemaal niet leuk. Hij is nu helemaal aan het springen en doen, dus hij moet even tijd dat ik koud, ja, als ik koud wil hebben. We lopen naar de zaak, maar deze weg. Oh, ik ging net al haast op de Muilo. Maar ik kan gewoon schaatsen hier al. Oei. Oh, het is echt heel glad. Ik zie er ook zo uit, want mijn oren... Auw! Begonnen haast. Auw! Mijn oren begonnen haast af. En net was in de straat zo'n heel klein glad stukje grimmel zo. Oh ja, mijn oma is er ook al gevallen. Echt zielig. Maar ik snap het wel, want het is echt heel glad. Zo, hier helemaal die zak. Het dan lijkt een lijfbaan. Kijk dan. Kijk, als je in de stroom loopt, je gaat hem nou, hè? Ja! Ja! Stroom! Het is zo glad. Ja, oké, okay, de camera ga ik weg doen, we gaan vallen. Oh, hier is er normaal een beetje sneeuw. Ga maar over het huisje ervan. In één keer, hè? Ja, snijden is dit sowieso. Je eet ook gewoon rauwe kokos op het schil. Dat vind ik wel lekker. Ja. Oh, ik ben helemaal wazig. Nou, je hebt het niet gezien, maar die is op. We zijn altijd thuis en we hebben net mukbang opgenomen. We hebben zoveel gegeten. Zoveel. Ik zit ook echt heel erg vol. Ja. Oh, mijn buitenpijn. Mijn ouders hebben hier gegeten, want die mochten niet in de hokkouw zitten. Zit jou te kijken? Oh, ze zit mij te kijken. Dus ja, we hebben echt lekker gegeten. Je staat echt op een standaard hier, dus ik ben gewoon goed standaard vast. Dus... eeuw, fucking
ik. Dus nu ga ik alles opruimen, daar heb ik echt geen zin in. Dat is het leven. Lekker man. Gegeten hebben we ook nog een toetje bestaan bij Jovel. Echt een hele lekkere cheesecake. We hebben ook net een spelletje gespeeld zoals je kon zien. En dat was Shit Happens, dan een Nederlands versie. En dat is echt wel een leuk spel. We hadden het nooit gespeeld. Maar dat is een spelletje zeg maar van 1 tot 10. En dan moet je als je een plaatje moet je raden zeg maar op welke rang die van 100 of van 100 tot van 1 tot 100 staat. En dan zitten er echt hele rare dingen bij. Dat is echt wel een leuk spel. Dus dat hebben we net gespeeld. En dat ik nu even nog die mukbang ga editen om even te kijken hoe die geworden is. Dat vind ik wel leuk. En dan ga ik daarna lekker slapen. Dus ik zie je morgen. Morgen, het is vandaag donderdagochtend. Ik moet zo naar de winkel, want we gaan weer foto's maken. Vandaag moeten we foto's maken van spijkerbroeken. Want we zijn deze week hier naar Parijs geweest. Omdat er natuurlijk zoveel sneeuw ligt en zo. En de grenzen bij België zijn dicht. En daar heb je een coronavaccin voor nodig. Dus om elke week dat te doen is dat weer een beetje moeilijk. Dus we hebben heel veel spijkerbroeken ingekocht. Die zijn van te komen vandaag naar de winkel toe. Dus die gaan we vandaag op de foto zetten. Dus dat is weer veel werk. Maar ik heb er wel zin in. Dus weer wat anders dan normaal. Ik ga nu even een TikTok opnemen. Want daar heb ik zin in. En daarna ga ik weg. De mukbang die ik trouwens gisteren heb opgenomen is echt leuk geworden volgens mij. Ik heb hem gisteravond ook gelijk bewerkt. Dus ja, die komt als jullie deze vlog zien. Aanstaande woensdag om 5 uur komt die online dus. Lijken een beetje zo op elkaar, want jij is achter onderuit met die jas. Een beetje hetzelfde. Nou, we waren wat vertraagd, want Puk was in een pekel gaan staan. Dus die ging piepen en piepen was bizar, want die kwam tegen hem aan. Hiervoor ligt een pekel, maar dan ging mijn zusje zei dat het geen pekel was, maar ja, dat is wel een pekel. Dus Puk ging heel hard piepen, was echt zo zielig. Dus ja, nu waren we vertraagd, maar nu moeten we hier even in blijven, terwijl we op de sneeuw lopen. Dus op het water is wel iemand aan het schaatsen. Ik weet niet of je het kunt zien, maar hij zat op het ijs. Dat is ook wel dik. Ik wil er eigenlijk ook op gaan staan, maar ik durf niet. Kijk, hier is nog water. We zijn weer klaar voor vandaag. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik loop nu naar huis toe en er zijn hier zoveel mensen aan het schaatsen. Het is echt, echt leuk. Ik had echt niet gedacht dat nu al zoveel mensen aan konden schaatsen. Kijk hoeveel. Echt zo leuk. Goedemorgen, het is vrijdag en het is nu 9:30. Mijn lippen zijn een beetje rood en opgezwollen of een beetje, ja, hoe zeg je dat, wat groter, want ik zit alle lipgloss hier uit te zoeken. Ik heb namelijk een laadje met alles. Vind ik altijd echt een tijd dat ik heel veel MAC lipgloss droeg of lipgloss lipstick droeg. Ik wou echt toen alles ervan hebben, dus ik ben die even aan het uitzoeken en tegelijkertijd ook op mijn lippen allemaal aan het smeren, dus mijn lippen zijn een beetje zo. Dus dat ga ik nu even doen. En dan ga ik de rest die ik niet meer gebruik weggeven, want het is gewoon zonde. Ik heb hier nou wel twee die ik wel mooi vind. Dus ik ga het nu even allemaal uitzoeken. Doet mijn camera... Doet mijn camera nog? Hij doet het volgens mij nog. Ik liet hem vallen, oh mijn god. Ik liet hem zo hard vallen, ik schrok me echt dood. Maar hij doet het volgens mij nog. Net weer een hele zak met shortjes gehaald. Alleen ik heb nu een andere gehaald. Ik heb de Malibu erachter. Ik zit hier te vertellen op mijn shortje en dan zie je de Malibu erachter. Oh. Wat zit hierin? Kurkuma. Jawel, hier staat het. Oh. Hier, wat is dat? Kurkuma. Nee, het stinkt echt heel erg. Kijk eens uit. Ik zet even mijn camera. Ik deze. Stinkt alleen heel erg. Ja? Oh. Ik krijg wel over hoor, Johannes. Nee, hoeft niet. 3, 2, hè? Ik heb het rekening, maar ik ga gewoon een soort. Oh! Gadver. Die gember nog lekker neem. Ja, dat is ook mooi. Ja, zo lang. Geen probleem, met mij nog wel mee. Dat is echt vies. Geef mijn haar. Lekker, afdakertje. Sushi! We hebben net hier 2,5 uur, langer dan 2,5 uur gewacht. Dat is echt bizar. Dus het is naar onderhand al 3:10. En we moeten nog middag eten. Ik ga het ook niet over. Het lijkt me veel meer dan wat we besteld hebben. Zo, dankjewel.
Er moet wel iets aan de prijs gedaan worden hoor. Ja, lang. Ja, we hebben echt lang. Ja. Dit is niet meer lekker. Hier, dit is al ijskoud. Die, ja. Ik ben dat besteld. Dat is dat garnalen. Is die garnalen? Ik heb die ook besteld, garnalen. Wat zeg het tegen je net? Oh, dat heb ik helemaal niet gehoord. Ja, is ijskoud. Wat fijn. Nou, Bella. Dat die boos wordt, nou dat wil ik zien. Oeh. Dan gaan we dit neerzetten, want ik ga niet. Nou, computer, ik zit opzij. Nee, dat kan ook niet. Dat kan niet. Het is heel lekker. Weet je wat? Weet je wat? De bonen. Nou, wacht even. Ik heb net deze doos en bestelling allemaal op elkaar gezet. Oh, leuk. Een dag bij Rick en nu zijn we voor zijn huis aan het schaatsen. Ik heb echt drie maten groot schaatsen aan. Niet vallen, hè? Hier is het maar helemaal niet zo diep of dik. Oeh, ik val vast. Ja, ik kom. Ik kan niet meer zo goed schaatsen. Het is trouwens zaterdag en ik heb nu Daans schaatsen aan het broertje van Rick. Alleen het is maat 45, dus we zijn een beetje groot. Oeh. Ik kan het niet zo goed meer. Ik heb een leuk neus. Ik ook. Kijk, wel visjes maken. Mac. Goeiedag, mag ik een grote frietje? Kijk de agent filmen. Allemaal politie. Kijk nou allemaal politie. Oh. Nou, we zijn ook aan het schrouwen. Ik zag er, we zitten in de auto. Waar kwamen dit echt heel veel politiewagens aan. Dat is ook wel logisch natuurlijk. Dus nu gaan we naar huis. Hier stappen ze in. Ja. Dus. Ja, politie in de auto. Kennen we niet uit. Ja, we kunnen er niet uit. Dus wacht nu tot we kunnen gaan. Nou, we hebben net lekker thuis gegeten. Het is nou 9:15, dus we moeten snel naar huis toe. Anders komen we te laat. En dan hebben we misschien een boete en dat is niet de bedoeling. Dus ik ga ook gelijk mijn vlog editen en dan ga ik het zo uploaden. Dat jullie morgen wel op tijd erop staat. Dus ja, ik weet niet of het gaat. Morgen is ook Valentijn, dus dan is volgende week een Valentijn vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Als jullie het leuk vonden, dan een duimpje omhoog. Laat het weten in de reacties. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video of vlog. Doei!